Kijk eens op mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug in een nieuwe Ark Survival Evolved video op dit kanaal, oftewel Rotjoch. Vandaag is een bijzondere episode, ik ben hier samen met Kai. Hallo Kai. Hallo. Een kleine man pooper. Ondertussen trouwens, voor degene die willen weten. Ik ben ondertussen level 18. Want ik speel ook met mijn vrienden. Ondertussen, ook Kai's onder andere. Spelen wij uh, ook normaal Ark. Zodat we gewoon, ook gewoon chillen. Ik vind het een hoog level. Ik ga veel leukere video's maken dan gewoon hetzelfde als we eerst deden. Zodat ik sneller weer in de, in de verdere fases kan komen. Want ik vind het leuk om te zien, natuurlijk verdere fases. Dus daar gaan we werken. We spelen trouwens op de DDG server voor degene die willen vinden. Het is Ar Ark Spatie. K wat is het? Community meteen, hè? Nee, uh, ja, volgens nee, mij DDG. Het DDG. DDG, ja. Spatie, arc Spatie, Community. Wachtwoord is DDG, e 3 in hoofdletters. Maar, 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 maar. En wat belangrijks, want ik speel met mijn vrienden, dus um, spelen we ook wel schoon normaal. En we zijn, heten wij de Raid Squad. We weten niet voor niks, Raid Squad. Wij zijn een soort politie van de server, want ik ben hier de admin. De enige met admin powers, en ik kan er niet altijd zijn. Heb ik een tribe genaamd Raid Squad? Die bedoelt iets in de chatparty, poepen, dat heb je al gedaan. Zat er inderdaad in hier als iets staan? Raid Squad. Zodra je iets, iets ziet met die naam Raid Squad, kan je altijd vragen om hulp. zijn een soort politie van de server. Wij hebben ook dino's, hebben wij. die speciaal gebruikt worden om problemen op te lossen. Om even langs hier naartoe te komen, er worden mij aangegeven. Deze gasten geven alles aan mij door. Want die hebben mij allemaal, als het goed is, behalve toevallig jou, Kai, hebben allemaal mij oh. op Skype. Het gaat dus als volgt, stel je voor er is een probleem en um, je bent gerate offline. Dat is iets wat dus niet mag, dus weer voor offline raiden. is niet oké. Okay. Of iemand nou je dinosaurus kilt of een stukje van je huis loopt offline, is allemaal te checken. Um, als dat gebeurt, haal je even een van de, de Raid Squad mensen erbij en dan gaan we je helpen. En dat doen we wel op deze manier, want wij zijn zelf, toevallig loggen wij erin in, ik wil deze serie voor jullie opnemen. Uh, voor morgen, voor natuurlijk voor op de dinsdag volgens mij, wil ik het opnemen. Het is dus een speciale extra tussendoor videootje van ARK. En zoals je kunt zien, we de vorige keer heel veel dino's gevangen, vijf. We hadden namelijk twee, we hadden trouwens twee van deze nog, nee, we hadden één dillootje. Een, dillotje, een yep. dillo. We hadden een parasauer. Nou, we hebben een zaletje voor 24. 24. We Even hadden nog. twee dodos. Ondertussen hebben we nog maar één dodo. Waar is die dodo eigenlijk? Daar binnen. Die, die, dat lukte nog om die ja, naar binnen die te krijgen. Die was binnen. En we missen dus een dodo en we missen dus een trijk. We hadden ook een trijk. Wat je kan doen, dus dan kan je checken van hup, waar de fuck zijn met dino's gebleven, druk je op L, en dan kan je alles zien wat er in jouw, um, tri tribe gebeurd is. Dus allemaal dingen, alles het rood is, betekent dat iemand is dood gegaan, dus je kan hier zien dat Cabot de Kikker, of Cabot de Flikker heet die, 100 keer dood gegaan is in mijn tribe, iemand van mijn tribe. Maar, als je hier kijkt, inderdaad, een half uur geleden op het moment dat ik het opneem, your Frodo de Dodo is gekillt door een level 7 carno, kan gebeuren, maar... Your fiets, dat is mijn trijk. Level 14 is gekillt bij Alex Scholten van level 14. Geen dino. Dat is een dino. Dat is geen dino inderdaad. Dat is gewoon een speler. Wij waren niet online. Deze jongeman, Alex, die heeft offline ons gereed. Dat is gewoon niet oké. Okay, deze server, dat accepteren we hier niet. Heel simpel, wat ben je niet? Ik ben je er niet voor, tenzij je niks hebt. Ik ben je er niet voor. Maar wat wij doen, wij zorgen gewoon dat jij echt een kut uit hebt. Jij zorgt dat andere mensen die urenlang bezig zijn lekker poepen. Wil je lang bezig zijn met Dino's thema? Besluit jij te killen gewoon uit puur verveling? Mijn trijk, waar wij dus een half uur mee bezig waren vorige keer in de video. ook oh, nog eens mijn serie verneuken. Die heeft hij killed gewoon, gewoon oh, zomaar. Vond hij grappig. En dus Alex Scholte, die gaan we dus opzoeken. Nou, ik kan een hele crew laten zien. Degene die ik aanspreek, is heel killer. En al lekker wie is Xiloras. Timo van de 40k van de opnames natuurlijk wel. Dikkie Dik, Blank, Birko, Rotjoch, meneer, natuurlijk Partypoeper, Mesio en in Kermit de Flikker. Die kun je aanspreken, die komen je dan helpen. Nou, Partypoeper en ik... Uh, Partypoeper heeft eigenlijk zorg waar die woont, Alex. Nou, Alex, we gaan er naartoe, ja. zou ik zeggen. Het is heel ver. Heel ver. Nou, wat we gaan we doen... We gaan laten zien wat wij doen met mensen die aan het reden zijn offline. Wat gewoon niet geaccepteerd wordt. We gaan even kijken. Wat is het? Hoe oh, zit het? Nou, ja, we zijn er al. We zijn er al. Nou, wat wij aan het doen met mijn hele crew... We hebben allemaal zo eentje. Als we dus niet... Uh, als er dus een probleem is, dan krijgen ze dat van mij. Dan pakken we een rocket launcher erbij. Ja, komt Je onder een stonis. Ja? Nou... Deze is Stone. Normaal gesproken ik het op een andere manier. Nou, schiet maar één keer, Yogi. 3, Twee. 1. Oh. 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 Hij is meteen dood, die Alex. Oh, jongen, die Alex scholten. lag dus hier binnen. <laughs> de één schot. Oh. Nou, we gaan we dus de vent even checken. Nou, Alex, ik hoop dat je mijn video's kijkt. Dank je voor je meet. Dankjewel. dat is gratis meet. Hij heeft helemaal niks uh... bijzonders. Hij heeft wel allemaal stone-dingen. Maar. Hij heeft helemaal geen gear. Oh, jawel, hij heeft vet veel. Hier zie je allemaal shit van op zijn campfire. Oh, hier is een kist. Oké, er is veel hout. Oh, oh, die is op, bezig, Allemaal geweest. hout, allemaal shit in. Allemaal charcoal, allemaal speertjes. Allemaal spullen, hatchets. Allemaal een, 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 een recipe. Nou, pak jij die recipe maar er gewoon eruit ook. Oh, kijk, klopt. Die heb ik nog nodig. Haha, chill. Oh, die hoed is helemaal nieuw. wil ik ook wel hebben. Dankjewel, man. Die hatchet heb ik ook nog wel nodig. Thanks, broer. Thanks, yo. Dit is ook nog allemaal. Oh, handig. Codex neem ik ook wel mee. Foodcalling neem ik ook mee. Hartstikke leuk. Nou, Alex, wat het ding is, jij kilt uh, dino's van andere mensen. En dus ook gewoon spullen van andere mensen. Vind jij leuk om te slopen offline? Dus offline radio, dat wij dus niet toestaan aan de server. Dus ben je straf op? Ik ben je niet. Nee, we slopen letterlijk alles wat voor jou is. Dus dan gaan we. Boemzakalga. <laughs> en wil je het er moeilijk maken of makkelijk om weer terug te komen? Moeilijk, oh. moeilijk. Nee, wat, wat wil je doen dan? Nou? Wat, wat is je ding? We zijn al klaar, zijn bed is kapot. Ah, uh, uh, nee, we slopen letterlijk alles wat voor jou is. <laughs> we hebben dat twee keer eerder moeten doen. Boom! Oh, die was okay. mooi, het schot! Jij oh, weer. Nee, kom op. Oh. Ik reloaden, fijn. I got Oké. Okay. Okay. Ik ook, ik ook. Oh Boom. man! Woo! En nog één schot! Boom! Shakalaka! Oh. Volgens mij was het hem wel, of niet? Even kijken. Wat is dit dan? Een item cash. Een stone pickaxe. Nou, dat, dat neem ik altijd graag mee. Ondertussen. stone vind ik ook leuk. En die. Ja, pick. Of hoe noem je dit nou? Ja, nee, ja. Volgens mij was dit het wel, hè? Wat Wie is dat? Is dat ook voor hem of niet? Hm. Um, dat weet. Nee. Dat weet ik niet. Nou, Alex, hmm. ik ga je even slepen. Direct body. Hij is so al dood. Nou, Alex, ik ga je over het randje gooien. Want jij verdient dit niet om hier lekker te blijven liggen. Hij glitcht waarschijnlijk. Maar... Ja, maar. Daar gaat hij. Ja, 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 ja. Ja, je kan het. Oké, okay, wacht, ik heb een idee. Ik heb een idee. Pas op, blijf weg. Blijf weg van Alex. Wat ga je doen? Waar is hij? Ik zie hem niet meer. <laughs> is hij gevallen? Eh uh, ja, hij is al weg. Waar is hij? Oh, daar beneden. Ik zie hem. Waar? Hij ligt daar beneden, op de steen. Fuck you Alex. Ah! Oh! <laughs> Pak alle spullen maar even op. Of ben jij ook dood, of niet? Nee, nee, ik niet. Maar heb je jezelf ook kapot geslagen. <laughs> ja, blijkbaar. Ik kan niet lopen. Oh man, pak mijn spullen maar op. Dat is geen probleem. In ieder geval, dan we wou ik even van jullie laten zien wat er gebeurt als mensen offline raiden. Het is een extra videootje eventjes tussendoor. Want zoals je kunt zien, dit is de base die ik heb met, mijn, um, met deze gasten. Met de raid squad, zeg maar. Iedereen die ja, dikke til aan de trike. En uh, de kikker meneer Padman, René Frogger. Dat zijn allemaal beesten die wij hier hebben. Uh, die we gevangen hebben. En dit zijn de gasten, dus inderdaad. Die van mij spullen krijgen op het moment dat het probleem is. Dus, want ik kan ze geen admin powers geven. Want als ze admin powers hebben, dan kunnen ze misschien vals spelen. Dat, dat houden we niet van. Dus dat uh, riskeren we ook niet. Mensen vals spelen. Dat wil ik ook niet doen. En deze gasten dat doen. Dus heel simpel met deze gasten spelen. Allemaal eerlijk. Maar we hebben allemaal gewoon. Um, zijn we verder? En er zijn een paar dino's, is het ook, we hebben ook een poteradon in ons bezit van level 320 en dat soort dingetjes. Uh, die poteradon die, die worden gebruikt als mensen problemen hebben. Dan roep je ons op, komen wij naar je toe, komen we je helpen. Op deze manier gaan wij proberen om de surf tenminste eerlijk te houden van of offline raiding. Want heel simpel, zoals je ziet wat die Alexis deed, is niet oké. Okay. Uh, als mensen het dus vaker doen, druk je gewoon op L. Dan kan je checken links is je tryblog, kan je kijken... ...hoe of wat er allemaal aan de hand is. Uh, wat er gebeurt is inderdaad. Ik ben gedood voor mezelf. Er staat er inderdaad. Your tribe killed Alex Schotten. Alles is uh, te kijken wat er allemaal handig is, weet je wel. Wat allemaal slim is om te doen. Iemand als ook... We hebben ook ene Rick... Oh ja, we hebben ook ene Rick gekillt. Die Rick had ook iemand offline raided. Dus heel simpel. Dan komen we je halen. Dat is niet de bedoeling. Dan pakken we je aan. Zo simpel is het. Want offline raiden is gewoon niet toegestaan op de server... ...om je nou meteen te bannen voor zoiets... Nee, zo ben ik niet. Ik ben niet zo snel. Ik ben namelijk degene die het eigenlijk in de gaten moet houden, ook van David. Ik ben niet zo snel, maar we straffen je wel af door gewoon alles wat jij met een ander doet. Gewoon oh, inderdaad hun shit slopen. Bij jou te doen. Jouw shit slopen. Dat is letterlijk wat wij doen. En vanaf de volgende keer gaan we gewoon weer lekker normale apps maken weer. En ja, helaas met een trijk minder, want ik ga geen dieren terugspannen die ik ook niet bij jullie terugspannen. Want zo werkt het helaas weer niet. Ik ga niet alles voor je terugspannen meer. Dat is kut. Maar misschien wel, als ik het heel zinnig voor je vind. Mensen, in ieder geval. Dit is even een voorbeeld wat we doen. Met mensen die offline raiden. Van die klootzakjes zakkies, dat dus doen. Dat is namelijk niet de bedoeling. Wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Dus zeker even een blauwe duim achteromhoog. Als je hartstikke stiekem as van deze video. Om te zien wat wij doen met offline raiders. Want het is gewoon niet oké. Okay. Dus doe het gewoon ook vooral niet. Ik wil jullie niet straffen. Uh, Hoeveel straffen. Want het is namelijk niet zo chill voor mij. Want ik vind het niet leuk. Ik wil gewoon dat de server. DDG Community server gewoon lekker is. Chill zijn. Zoals je inderdaad kan je hier zien. Die mensen echt super relaxed hier zo. Die. We met elkaar praten in de chat. Daar hebben we het meeste aan. Wees aardig voor elkaar. Kom lekker op team speak met elkaar praten. Leer je elkaar kennen. We hebben een leuke community. Af en toe reden mag natuurlijk. Als je goede reden hebt op de reden, mag het. Maar offline reden is iets wat we gewoon ah uh ah, -uh, niet doen. Is hetzelfde als Minecraft, dat je gaat grieven. Zomaar grieven. Is gewoon niet oké, okay, Alex. Dus als je kijkt, Alex. Fuck you. Eigen schuld. Dikke beeld. Niet huilen. Want je hebt het echt zelf gedaan. Het is niet te liegen. Heel simpel. Hier staat dat het er aan de hand is. Screenshot sturen met ons speak Met mijn crew. Inderdaad. Dus de, de Tribe members van de Raid Squad. Dit zei ze nogmaals. Real Killer en mode. Sloras. Dikkie Dik. Blank. Birko. Hotjoch. Party Poeper. En Kermit met de Flikker. En dan kun je, je allemaal aanspreken voor voor. En dan gaan ze je, je allemaal helpen. Mensen, bedankt voor het kijken. Dus zeker een blauw even mogen als het leuk vindt. Dankjewel Kai, voor het euh, meehelpen het slopen. Zeker. Was leuk. Ja, veel leuk, hè, een keertje? Ja hoor. Zeker. Weet. Mensen, bedankt voor het kijken. Laten we als zien. En natuurlijk. Peace.